groot feest in Hamond Achel. De bibliotheek aan de Wal bestaat 10 jaar. Daarom werd er afgelopen zondag een open deurdag georganiseerd. We hebben nu ook het voordeel dat de bibliotheek hier redelijk centraal ligt en dat de dienstvrije tijd ook van deze gelegenheid gebruik gemaakt heeft om het uitpunt hier te realiseren. Zodat onze bibliotheek niet alleen een bibliotheek is waar boeken uitgeleend worden, maar waar ook een aantal andere taken gebeuren, zoals het verkoop van de tickets van de AH-programma's, het uitlenen van materialen van de gemeente. De mensen kunnen hier voor toeristische informatie terecht en dergelijke. Dus de baliefunctie is een front office geworden met heel veel taken waar de mens en de toerist van Hamond Achel terecht kan. Voor ieder opstel, oké, pak sigaretten. Ik vind een hele mooie bibliotheek, ook heel luchtig en ruim. En je komt er altijd mensen tegen en ik vraag ook altijd aan de mensen die ik ken van wat heb jij gelezen? Misschien dat ik er tips uit kan halen. En de bibliothecarissen weten ook wat mijn interesses zijn. En meestal geven ze dan ook wel tips van kijk, er ligt nog een boek wat jou zou kunnen interesseren. Als ik in een boek zit, dan wil ik het wel helemaal uitlezen. Ik lees niet tot het begin en dan zet ik weer neer en dan ga ik weer een andere boek lezen. Ik wil het boek wel uitlezen. En ik vind het ook wel heel leuk om te lezen. Want in een boek kan je ook veel over leren. Opa grapt op zijn hoofd. Dat kan niet, zegt hij. Wil je toch even gaan kijken, opa? Vraagt Isa. Aan het woord is jeugdauteur Stefan Bonen, geboren in Hamond Achel en daar gebeten door de schrijversmicroben. Hij leest voor uit zijn eigen kinderboeken. Ik heb al heel veel geschreven. Vandaag heb ik voorgelezen uit de Met Opa-reeks. Ik heb ook voorgelezen uit Hier waakt oma. Het is een mooie bibliotheek en zo te zien is er ook veel leven. Dat is goed. Zo'n bibliotheken moeten plekken zijn. Ik kom zelf als auteur vaak in bibliotheken. Dat moeten plekken zijn waar dingen leven. Waar je niet alleen maar een boek gaat lenen, maar waar van alles gebeurt. En dat gebeurt hier wel, dus dat is heel positief. Iedereen kreeg ook de kans om het kloostergebouw te bezoeken. Met de daarbij horende kapel, teutenkamer en kloostertuin. De open deurdag is ook bedoeld om het project Wat wordt Wal in de kijker te zetten. In het najaar zal het stadsbestuur de plannen toelichten en dat gaat gepaard met een tentoonstelling. Wie beschikt over foto's over deze locatie kan deze inscannen en verzenden naar onderstaand e-mailadres. Meer informatie over het project zelf vind je op onderstaande website.